Yo mensen! En welkom weer bij een nieuwe Mario Kart video. We gaan vandaag de Flower Cup spelen. En ik heb er heel veel zin in. Gelukkig heb ik er even heel veel zin in. Man. En we gaan 50cc. Donnie. Brassé, zouden dit de klasgenootjes. Dit zou je een beetje de klasgenootjes kunnen noemen. Maar deze is. Dat geluid ook. Dat doen we denk ik aan die lach. Dat. Laat het even opnieuw horen. Wacht even, ik moet even denken. Wat wordt die lach ook. Nee, ik hoor niet veel verschil. Flower Cup. Ja, we gaan de Flower Cup spelen. Ja, natuurlijk, dat is logisch, want anders ja. Ja, en ik heb weer even toch gewoon even een vest aangedaan, want het is toch. Ik heb het toch best koud. Oh ja, en we gaan er nu op. Dit noem ik. Oké, okay. Oh, Bowser komt er nu alweer aan. Hij komt er nu alweer aan. Die rare freak. Van een Bowser, ja. Oh, ja. Die lekker. Die is even onderuit. Die komt voorlopig niet meer terug. Net als Tom. Zo, die lacht. Nee, die lag ook, ja. Het is uiteraard gewoon echt hetzelfde, ja. Nog steeds Schmiki BM. Het is er nog steeds. Oh ja. Fuck. Oh ja, dat ging. Oh, dat ging lekker. Ja. Hopelijk blijft het ook voorlopig zo. Dat we eerst blijven staan. Het zou wel vet zijn, hè? Nee. No. Oh, ik heb jou ook aan mijn kop. En ik moet dat. Helaas moet ik dat geld even loslaten. Ik moet. Ah, fuck. Het moest wel, want ja. Oh, zit. Wario komt er alweer aan. Oh nee, oké, dit gaat fout. Ah, gelukkig. Die banaan had ik waarschijnlijk gedropt. Shit, ze zitten weer vlak achter mijn man. Nee. Oké. En nu gaan we even een dingetje. Zo, nu kan ik ze weten wanneer ik zelf wil. Kan ik ze even uitschakelen. Zo. Heino, wat? Oeh, zei hij nou Heino? Daar leek het wel op, dacht ik even. Ja, gewoon even lekker aan het opnemen. Ja, ik dacht, laat. Sinds wanneer schieten ze. Gaan ze ineens zoveel bananen. Nee, oh, fuck die. Oh. Echt. Ja hoor, lekker voor Wario. Eindelijk heeft hij zijn ramban verdiend. Eindelijk heeft hij het verdiend. Ah, ach ja. Oh shit. Oké. Okay. En nu gaan we een mooi bom. En nu gaan we eens even een mooi bommetje leggen. Yes, oké, die was goed. Die was nice. En gelukkig konden we net eventjes langs die kous. What the fuck, die auto's. Fuck, ja. Ja, we staan nog steeds gewoon heel lekker eerste. Ik heb de facecam trouwens extra klein, want het is toch bij Mario Kart is het eigenlijk niet echt nodig. Maar ja, ik doe het gewoon. Gewoon even een mini facecam, ja. Oh ja, als we gaan springen, dan gaan we juist niet snel. Donnie gaat sowieso. Ja, want ik moest het nu even. Ze wist het nu al een beetje, ja. Ik had het ook maar meteen even verteld dat het Donnie was, inderdaad. Die een beetje op Donkey Kong leek. Dus ja.
Maar de reden dat we nog steeds ermee zijn, dat is gewoon... dat is een geheimpje. Oh, nee. Oh, jongen, ik had echt zo geluk. Ja, oké. Oké, ja. We zijn de eerste, ja. Top. Nou, dat is de eerste race. Die hebben we gehad. Van de Flower Cup. Eens kijken hoe het staat. DK staat... ik doe het gordijn toch nog even wat meer naar beneden. Want... ja, want er zijn een beetje rare dingetjes aan de gang. En anders raakt het veel te overbelicht. Frapper Snowlands. Oh, leuk. Die is leuk, maar wist wel glad. Ja, oké. Oh. Nou, dat is... oh, nee, niet deze race. Man. Shit, en Wario komt nu alweer om mij te tarten. Ja, gaat hij lekker lachen ook nog eens. Ja. Dat doet me denken aan die... aan dat gedoe met die vuurmannetjes uit die... die rare vlamgek uit Banjo-Tooie, uit Hellfire Peaks. Maar ja, dan is dat van Wario. Oh, wat heeft hij nu weer? Wat... zijn ze nu weer? Oh, man. Yes, lekker. Nou, ik moet toch zeggen, deze level bevalt me eigenlijk wel. Dit level, ja. We moeten niet van accent gaan veranderen natuurlijk. Maar... ik vind het toch echt gewoon een van mijn favoriete games. Nee, maar toch? Bij mij staat Banjo-Tooie echt op de nummer 1. Ja. Ja. Ik denk dat ik misschien inderdaad wat meer weer Mario Kart en zo ga spelen. Maar we gaan in ieder geval de Let's Play doen. Oh, ik had toch zoveel geluk. Oh, dat is best wel eigenlijk, dat is best wel van... dus ja, dan wordt het hierna Star Cup en Special Cup. Ja, ik zou ook een keer Mario Kart op de DS willen opnemen, 7. Want... maar ik heb geen idee hoe ik dat moet doen eigenlijk. Zou die hier misschien weten? Ik weet het echt niet. En ja, die strepen, ja, ik neem het nog... ik weet nog steeds geen alternatief om op te nemen op de Nintendo 64. Dus gebruik ik... oké, daar ligt een bom. Oké, daar moeten we inderdaad voor uitkijken. Want... en ja, je herkent het meteen als een bom. Weet je waarom? Omdat waarom zou er maar één item midden op de weg staan? En dit is ook niet handig, want... ah, Wario, waarom moet je me altijd weer aan gaan randen? Wario. Wario. Nou, de tweede race hebben we ook alweer bijna gehad. Ik vind dat echt gewoon hartstikke nice. Ja. Als we ze voorlopig gewoon schilden, als we die oké, geen banaan. Banana's. Ai. Yes, oké, we zijn de eerste. Zo, op naar de volgende race. Chocolade Mountain. Lekker. Nee. Oh, nee. Fuck. Oh, dit is een heel slecht begin van de derde race. En ook al meteen een best wel moeilijke race. Meteen nog vierde, maar die twee zijn nog in zicht. Dat is mooi.
Maar wat hebben ze te droppen? Ja, oké. Okay. Ja, hij ook een banaan, een banaan. Nee! Fuck, 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 fuck. Oké, okay, we zijn de eerste. Alleen we moeten wel even uitkijken voor die vallende rotsblokken daar. Die vallende rotsblokken, oké. Okay. Oké, okay, nou, deze race is nog wel... Maar er zullen nog veel moeilijkere races aankomen natuurlijk. Maar en dit is nog wel 50cc, hè? Dit is nog wel 50cc. Bowser, moet je altijd weer voorrang? Waarom moet ik je altijd weer voorrang geven, man? Goh. Ja, oké, okay, Bowser. Ja. Hever. Oh. Oh, dat was een faal. Oh ja, lekker. Dat ging hartstikke lekker. Oh. Wario. Mijn commentaar is op dit moment heel slecht, omdat ik toch een beetje... Bij deze race is het best wel... Ja, het is best wel risky. Het is best wel riskant, deze... Nee, ook ik moest er ook aan geloven. Oké, kom op, rijden. Wat ik nou zeggen, waar? Donnie? Oh, kom... Oh, fuck. Oké. Het maakt niet uit als ze even voorop komen, maar... Om even door die snelle muziek raak ik gestrest en dan moet ik gewoon... Ja. Oh, kom op. Ah, ik heb echt zoveel geluk gehad. Je moet die bochten gewoon echt zo goed nemen, weet je wel, anders... Gelukkig... Nee, oké, het zit me ook nooit mee, hè. Yes, ik ben nog bij dit eerste, man. Oh. Ja, oké, dat was wel even de dep. En ik weet niet, dat was geen goede dep. Oké, dat moest eventjes gedaan worden. Oh, ja, dat scheelde echt niks. Zo. Oh. Dat is echt op het nippertje. Oh, oké. Flower Cup Mario Raceway. Oké, ik ben er klaar voor. De laatste race trouwens. Van... Ja, zo snel gaat het al. Oké. Ja, ik ga dit ook een keer inderdaad met andere spelers doen. Nog een keer, dus ja. Ik ga dit niet nooit meer doen. Oké, dat klonk een beetje. Oké, die was precies goed. En even shout-out naar Mario natuurlijk. Dat is wel heel belangrijk. Zo. Bowser is ook eventjes uitgeschakeld. Nee, Nintendo. Ja. Ja, zelfs in Mario Kart kun je Easter eggs vinden. Easter egg? Ja, ik ga straks... Yoshi! Wat? Oh, weet je, als je... Zei Wario nou heil? Zei hij nou heil? Als hij een banaan werd, dan lijkt het net of Wario heil zegt. Hij liep... Nee. Oh, man. Fuck. Niet door het gras. Niet doen. Die rare smikkelberen moeten eens even kijken wat ze nou weer willen doen. Zo. Ja. Die rare gekkies ook. Ai. Heus, dit al de laatste ronde, hè? Ja. Hey. Die
Oh nee, die bitch ligt weer voor. Ja, lekker voor je. Peach, bitch. De peach, peach, bitch. Ja, peach is gewoon een aandachtsmoed. Nee! Natuurlijk gaat... Donnie. Oké, ik hoop dat ik hem nog inhaal. Oké, nou ja, tweede is ook goed. Ach ja, dan weet je wat. Dat is niet echt heel. Het is niet zo'n groot probleem, maar ja, tweede, het is. Ja, nou. Donnie Kong. Je hebt het wel gehaald. Je bent wel weer eerst geworden, maar. Ja, we hebben het weer gehaald. Deze kut. Die hebben we gehaald. En. Ja, nu de. De prijsuitreiking. Altijd even leuk om het even te volgen. Oh, wat gaat er gebeuren? Oh, trommel vol. Pam, 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 pam. Super Mario 64, niet waar? Ja, ik weet het. Dit zien we al zo vaak, ja. Ik wist al dat. Ja, daar heb je weer dat. Die camera, die is altijd zo een beetje. Oh ja, en dan gaat die blokvis een of andere beker uitspuwen weer. Het is toch raar. Vissen leven toch normaal gesproken in het water. Hoe kan die nou zweven? Het is een fucking vis. Pam, 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 pam. Oké. Nou. Dit is dus even de video. Even de Flower Cup. Dit is de Flower Cup. Vonden jullie nou deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En dan ga ik weer verder morgen met de Special Cup of de Star Cup. De Star Cup, ja. Dus tot dan.